Meer dan vijf jaar geleden ging RTL-verslaggever Jaap van Deurze, 70, met pensioen, maar stilzitten is niets voor hem. Actiever dan ooit geeft hij lezingen, leidt evenementen en schreef het boek Camera Loopt, waarin hij dertig jaar als oorlogsverslaggever beschrijft. Een leven vol avontuur en gevaar, zoals het moment in West-Bosnië in 1995, waarbij zijn kennis van voetbal en de namen Gullit... Marco van Basten en Johan Kruijf zijn leven redden. Hoewel hij het intensieve werk mist, erkent Jaap ook de tol die het eiste, met een periode van overmatig drinken om de gruwelen te vergeten. Desondanks blijft zijn passie voor het avontuurlijke leven onverminderd, met een diepe wens om een reisprogramma te maken, geïnspireerd door Erika Terpstra. Voor Jaap is stilzitten geen optie. Zijn verlangen naar nieuwe ontdekkingen blijft onverminderd.